met fractieleider van de VHP, Aziz Kumar Gayadin, spraken wij over de 17% verhoging op de salaris van de ambtenaren, welke de regering nu wil toekennen en in een later stadium de 8%. Het heeft er ook gezorgd voor wat spanningen, voor een tweedracht binnen de bonden, vooral dat van de beveiligingsbonden die willen dat zij de 25%, politiebond zegt zelfs 85%, moeten krijgen. Gayadin die reageerde als volgt hierop. Ieder wens een positieverbetering, koopkrachtversterking te hebben. En daar heeft ieder recht op, alle groepen. Maar we moeten altijd zaken plaatsen tegen achtergrond van waar wij staan en wat mogelijk is. En wat gedaan kan worden. Ik denk de regering heeft gekozen voor een weg van laten we die verbeteringen brengen. En dat de mensen toch wel enige koopkrachtversterking krijgen. Terwijl wij verder bezig zijn met het traject van hervormingen in de economie. En ik denk dat een van de belangrijkste zaken is hervorming van, tot vervelend toe zeg ik het steeds hoor, hervorming van ons belastingstelsel. We zijn in staat als samenleving meer te krijgen uit belastingen. Van je inkomsten uit de natuurlijke hulpbronnen die van die samenleving is. Maar ook uit, laten we zeggen, meer de informele sector die niet goed geregistreerd staat. Al die zaken kunnen maken dat de staat altijd meer ruimte heeft om in te komen naar de samenleving, naar de werkende klasse toe. Maar om nu allerlei loonsverhogingen te geven en uiteindelijk dat zoals het in het verleden plaatsvond middels leningen dan wel het drukken van extra geld, dat is uit den boze, dat kan niet. Dat is binnen het kader van IMF-programma ook afgesproken, maar ook willen we herstel brengen in de economie voor lange tijd. Voor de komende generaties, dan zullen we hieraan moeten meewerken. Exercities van waar hier nog 1% of 2% en nog verder, dat onderhandelingsteam is nog verder bezig te praten. Dat is niet uitgesloten, weet je, dat kan. Maar ik denk dat er ook van de andere kant uit, sinds januari er gevraagd is van laten we komen tot een bepaald consensus, maar dat is erg moeilijk. Dus ergens moet je niet alleen naar de vertegenwoordigers kijken die komen onderhandelen, maar begin de mensen die baat bij hebben hun alvast tegemoet te komen, en dat is wat is afgesproken. Ja. En wat ik al zei, heer Gayadin, dus wat de bonden van de veiligheidstroepen, de politiebond en de overige bonden, die vragen om 85%, tenminste 85%. U zegt van dat is op dit moment dus niet mogelijk? Nee, absoluut niet. Ik denk dat we in absolute zin, als we praten over zulke hoge verhogingen, dat het niet zou kunnen. We gaan het land niet in een andere situatie dompelen. Alleen maar voor korte duur om mensen verhogingen te geven. Ik denk dat we nog verder moeten gaan kijken. En terecht, scheefgroei die in onze beloningsstructuur is ontstaan. Om ook daarna te kijken, terwijl we bezig zijn. En initiatieven die in de particuliere sector zijn
voor meer jobscreatie. Dat mensen betere betaalde jobs ook daar kunnen krijgen. Dus het is een samengesteld van pakket van maatregelen die uitgevoerd moeten worden. Ja. Ja. Wat de gemeenschap toch wel vreest, heer Gayadin, is ondanks de toekenning van de 70%, welke nu waarschijnlijk doorgevoerd wordt, dat ook gelijk een effect zal hebben, spiraaleffect zal hebben naar de prijzen van goederen en diensten, vooral de prijzen in de winkels? Ja, kijk, ik moet wel aangeven dat we wereldwijd zitten met een enorme prijsinflatie. Dus prijsverhogingen vanuit de wereld zelf. U weet, de hele situatie, ik heb hier in het parlement toen ook direct op gewezen. Toen we hoorden van dat er invasie heeft plaatsgevonden in Oekraïne. Dat direct zijn invloed zou hebben, omdat dat verwachtbaar was. Ga nadat bijvoorbeeld spijsolie, een van de producten, voor, als ik me niet vergis, 85% wat in Suriname komt uit Oekraïne. En als deze importen niet kan en je ziet de prijsverhogingen wereldwijd, ook op brandstof, dus, en alle andere goederen, dus die werken door. Ik denk dat wij ook snel moeten werken aan belastingmaatregelen. En het gaat niet om, als men praat, moet men niet verkeerd begrijpen, als ik praat over belastingmaatregelen, is het niet dat die samenleving meer belasting moet betalen. Maar wat je hebt, is doordat er je belastingbeleid niet goed geregeld is, kan een goed geïmporteerd worden en het kost bijvoorbeeld 5 SRD, om plastisch uit te drukken. Maar uiteindelijk wordt het verkocht voor 12 SRD. Waarom kan die persoon dat doen? Als zou je controle uitoefenen, dan is het symptomatisch. Weet je, dus dat je hier en daar controle, natuurlijk moet je controle uitoefenen. Maar de persoon, als de persoon fiscaal, dus je belastingmaatregelen, dan heeft die persoon 7 SRD winst gemaakt. Dan zou hij daarover belasting moeten betalen. En niemand gaat in de boeken die correct uitgevoerd moeten worden, want daar tegenover staat er dan ook strafmaatregelen of boetemaatregelen. Dus zolang dat niet goed functioneert, ga je de prijzen ook niet goed kunnen controleren en containen. In de zin van wat men importeert, wat men betaalt, daadwerkelijk betaalt. En wat de verkoopprijs is, op basis daarvan kan je dan ook reguleren je prijspeil in het land. Ja. En nu hebben we gehoord de voorzitter van de politiebond, heer Gayadin, en die noemt de voorzitters van de vakbonden die eens is geworden met de 17% of, ja, die noemt hij verkopers van ambtenaren. Is dat zo? Oké, als wanneer je leiding geeft over groepen, en dan dien je ook te kijken, niet alleen aan kortstondige belangen op korte termijn van je leden, maar natuurlijk ook op midden- en lang termijn. Elke verhoging, je kan nu 200-300% verhogingen geven, maar dat zijn kortstondige maatregelen, want je gaat dan direct een prijsinflatie krijgen, je gaat je koers niet kunnen beheersen, dus dan heb je niets gedaan voor die samenleving. Laat het zo zijn dat die koersstabilisatie die we, laten we zeggen, de afgelopen 6 maanden of meer langer dan 6 maanden kennen, dat we die behouden, dat dat niet verder verstoord wordt. En laten we ervoor zorgen dat langzamerhand we
toch wel steeds aan koopkrachtversterking kunnen doen. Laten we ervoor zorgen dat we prijspeil, de goederen, de prijs kunnen beheren en beheersen. En laten we ervoor zorgen dat de andere voorzieningen van gezondheidszorg, laten we zeggen je transportzorg, waar bijvoorbeeld de regering is ingekomen om per 1 maart de leerlingen, studenten, gratis vervoer daarvoor te zorgen. Dus al die zaken zullen meegenomen moeten worden om dan uiteindelijk te komen tot een situatie waarbij leefbaarheid in het land steeds beter en beter en beter wordt. Ja. Uw collega parlementariër Stefan Chang, die we ook geïnterviewd hebben, heer Gayadin, die geeft eraan dat de 70% in feite niets voorstelt, mede gelet op het feit dat er in het herstelplan staat dat we medio mei toch wel een aantal verhogingen doorgevoerd zullen worden in die gemeenschap. Ja, dus ik denk dat nogmaals, de situatie waarin wij nu zitten, niets anders is. Ik gaf een voorbeeld, ik geloof ook via uw medium. We zijn nu bezig bijvoorbeeld met financiën, staatshuishouding. En je ziet dat straks in de boeken van Centrale Bank zal komen vast te staan dat in de afgelopen jaren er een verlies geleden wordt van meer dan 5 miljard, 5000 miljoen. En dat verlies moet door de staat gecompenseerd worden of betaald worden. Het zal van ergens komen. En hoe zijn deze verliezen ontstaan, waarbij men eigenlijk geld gedrukt heeft zonder dekking daartegenover. Anderzijds dat men reserves, kasreserves hebben gebruikt die nu met rente terugbetaald moet worden. Dus eigenlijk is het een situatie waarbij misschien meneer Chang nog duidelijker zou moeten zijn van ja, op praatpakket bijvoorbeeld, maar afvolk moest bij nu van het pakket zou bepraat doen. Dat is de situatie. En om het plastisch zo uit te drukken. Dus we zijn in een lastig parket. Maar we moeten steeds proberen. Waar is de regering begonnen? De regering is begonnen vorig jaar met een situatie waarbij, of 2020, met een situatie waarbij eigenlijk lonen niet betaald zou kunnen worden. Er is gezorgd dat er steeds inkomsten binnen is gekomen, dat er een zekere stabiliteit is en dat nu met jouw eigen verdiencapaciteit je de lonen kan betalen. En dat wordt voortgezet en laten we lijn dat uitgezet is door de regering om die rust en die stabiliteit te brengen. Dat we dat blijven handhaven en niet verstoren.